Ik kan me voorstellen, aan het startrek staan hier voor Fietsclub Os, Kiara Wagemans. Voor het Twentse Ros, Tessa Scholtens. Voor FCC De Volharding, Celia Fisch. Voor de Logsprinters, Britt Tijhoff. Voor FCC Os, Demi van Tinter. Voor de Rapid Wheels, Jerny Rexwinkel. Gaan we naar Apeldoorn met Tatum Geurts. En last but not least, Rijnse Zee Nijkerk. Anne Bos. Goed zo, Nijkerk. En zijn we onderweg hoor met de finale tussen de meisjes 8 en 9 jaar. Dus even kijken wie het goed vertrokken. Geurts is goed weg. Tatum Geurts. Kijk, is niet zo klein beetje ook. En Anne Bos kan goed volgen hoor. Anne Bos doet die tweede plaats. En dan gaan we waarschijnlijk naar Os. Os aan de binnenkant. Os aan de binnenkant. En eens dus even kijken, is dat de Kiara Wagemans? Hoor, dat zou maar zo kunnen. In ieder geval Geurts aan de leiding. Anne Bos doet die tweede plaats. Dan de 5-0-9. Het is Demi van Dinter. Van Dinter uit Os. Haar clubgenootje zit wat verder naar achter. Van Dinter dus op die derde plaats. Maar aan de leiding is het Tatum Geurts. De dame van BMX Apeldoorn gaat hier aan de leiding. En Anne Bos kan zijn nog een deeltje dichterbij komen of niet? Voorlopig kijkt ze tegen een achterstandje aan. En dan moeten we heel raar lopen als Tatum Geurts dit uit handen gaat geven. En het ziet er goed uit voor Tatum Geurts. Het hoofd koel houden en dan doorfietsen tot aan die streep. En dan ben je de Rijkskampioen 2015. Nee.